Goedemiddag en welkom bij het weerbericht van weerplaza.nl. We kunnen zien op de satellietfoto dat we te maken hebben met wolkenplukken en daar zitten ook een paar buitjes tussen die op dit moment nog over het land trekken. Maar vanavond wordt het op de meeste plaatsen droog en komen de brede opklaringen. Er staat nog wel een vrij stevige wind uit noordelijke richtingen. Vannacht gaat het uiteindelijk afkoelen naar zo'n 6 graden in het westen, tot 3 graden lokaal in het binnenland. Verder hebben we in eerste instantie opklaringen. Later komt er wat meer bewolking en komt vanuit het oosten misschien ook een enkele bui het land in. Morgen overdag hebben we veelal droge momenten. En zeker in het noorden schijnt de zon flink. In het midden en zuiden is wat meer bewolking. En laat op de dag kan misschien in het uiterste zuiden een enkele bui vallen. Het wordt 15 of 16 graden. Zondag, maandag, de paasdagen en ook dinsdag is het aan de zachte kant. Middagtemperatuur tussen de 18 en 20 graden. Maar vooral maandag en dinsdag vallen er een flink aantal buien. Op zondag valt vooral in het zuiden wat buien geregen. Ik ben Ben Lankamp van weerplaza.nl